Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is bezig met de uitvoering van het Surinames Growth Enterprise Search programma om Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen, MKMO's, te ondersteunen. In dat kader hebben gisteren 14 bedrijven grant agreements getekend. Directeur ondernemerschap Karishma Mathura gaf aan dat het searchprogramma beperkingen aanpakt voor omzetgroei binnen bedrijven, middels het aanbieden van business development services. Directeur Erik Hansen van het searchproject zei dat nu 148 MKMO's putten uit het searchprogramma. We stimuleren hiermee de groei van omzet en productiviteit en bereiden u voor op samenwerking met grotere kopersbedrijven en veel eisende markten. Het searchprogramma hanteert een buyer-led aanpak met als doel de activiteiten van de reeds bestaande bedrijven met aantoonbaar groeipotentieel te versnellen en te vergroten. Of which I'm especially proud to report, 102 are women-owned or led companies, 110 are maroon or indigenous owner led, and altogether with the support of the matching grants, these 184 surge clients are expected to generate an estimated $7.6 million per year in increased sales, including exports, above and beyond their expected normal growth without surge. So that totals an estimated $37.8 million over the next 5 years. Minister Reshma Kuldeep Singh benadrukt dat MKMO's het kloppend hart vormen van de economie van ons land en substantieel bijdragen aan onder andere werkgelegenheid en innovatie. President Chandrika Persaad Santokhi benadrukt dat de continuïteit van het searchprogramma heel goed is voor de ontwikkeling van de economische groei. Het ondersteunen van deze bedrijven is niet alleen een investering in hun groei, maar ook in de veerkracht van onze economie als geheel. Een krachtige manier om MKMO's te ondersteunen is door het faciliteren van matching grants. Deze financiële hefboom kan het verschil maken in het realiseren van groeiambities, het vergroten van de concurrentiekracht en het stimuleren van innovatie. Het is bewezen dat matching grants een aanzienlijke impact hebben op het aantrekken van externe financiering, waardoor MKMO's toegang krijgen tot kapitaal dat anders wellicht buiten bereik zou blijven. Dat geeft aan dat van het ministerie van Economische Zaken het KMO-fonds, of zo je wilt, micro, kleine en middelgrote ondernemingen, het fonds weer nieuw leven is ingeblazen. Dat er ook grenzen gegeven wordt. Dat er een systeem is, dat er een proces is, dat er een procedure is om ondernemerschap te stimuleren. En dat is onze prioriteit als regering. Mede tegen de achtergrond waar wij vandaag staan in ons beleid. Na ruim 3 jaar van herstellen van onze economie, ordenen van onze economie, gezond maken van de economie. President Santokhi kijkt uit naar het positief neveneffect van het programma in de economie, waarbij er meer geëxporteerd en minder geïmporteerd zal worden ter bescherming van de lokale productie van ons land.